Xavier, wordt de Hungaroring net zo leuk als Silverstone? Ja, het gaat altijd goed in de Hungaroring. Spannende wedstrijden, maar zo mooi als Silverstone. Het is misschien wel de mooiste wedstrijd van het seizoen geweest. Ja, dat was wel heel leuk. Maar dit kan ook een leuk weekend worden. Welkom bij Pitlane. Welkom bij de voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije. Een raceweekend dat we ingaan in de wetenschap dat Max Verstappen voor het eerst in 2 jaar tijd 2 races op rij niet gewonnen heeft. Een enorme ramp, dat valt wel mee, maar wel genoeg te bespreken. We zijn benieuwd hoe Xavier Maassen daarover denkt en een hoop andere zaken. Verstappen dus de afgelopen 2 races niet gewonnen. Mercedes wel, zijn ze helemaal terug? Nou ja, helemaal terug. Ze hebben in ieder geval 2 goede wedstrijden gewonnen. En zeker Silverstone was fantastisch. Droomscenario eigenlijk, bijna een filmscenario met Hamilton. Maar het is absoluut spannend voor de Hungaroring ook. Gaat Ferrari weer terugkomen, komen met een update? Red Bull met een update? Gaan zij weer winnen? Of is het toch weer McLaren die het zo goed doen? Of heeft Mercedes die draad echt te pakken en kunnen ze weer voor de overwinning? Kortom, we hebben 4 teams die strijden voor de winst. Dus de spanning is terug in de... voor de race in ieder geval. Ja, de liefhebber komt aan zijn trekken. Je noemt Hamilton al. Die won in Silverstone. Die was helemaal happy. Dat is ook te zien op zijn socials. Want hij ging even op pad samen met Charles Leclerc en de beide honden. Dat is een andere Hamilton dan de nukkige die we gezien hebben de laatste tijd, toch? Ja, ze hebben het goed voor elkaar. Ik ben benieuwd of ze zo vriendelijk gaan blijven. Ik ben heel benieuwd naar die dynamiek tussen Leclerc en Hamilton als die straks teamgenoten bij Ferrari zijn. Gaat heel interessant worden. Overigens is Gasly nu ook aangesloten bij het clubje met ook een labradoedelpup. Dus het wordt alleen maar gezelliger in de Formule 1. Ja, één grote hondenkennel daar in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft geen hond, geloof ik, hè? Voor zover ik weet althans. Nee. Maar hoe zou hij zich voelen op dit moment? WK-leider, maar natuurlijk toch wel een beetje onder druk. Ja, de druk zit er zeker op. De spanning is absoluut terug, maar de spanning in het kampioenschap eigenlijk nog niet echt. 84 punten voorsprong heeft hij nog gewoon. Want Verstappen blijft gewoon altijd scoren. Heeft hij een off-dag, zoals in Oostenrijk, wordt hij toch nog 5e. Wint hij de wedstrijd niet, wordt hij toch netjes gewoon 2e. En dat is gewoon wel blijven scoren. En daarom staat hij zo ver vooraan. Dus in de strijd voor het kampioenschap hoeft zich niet echt zorgen te maken naar mijn gevoel, maar het kan snel gaan. En zeker in de constructeurstitel, daar is het wel nijpender. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, over die constructeurstitel. Maar het feit dat hij nu al weekenden, ondanks dat hij niet wint, dan toch uitloopt, hè, want de marge is alleen maar groter geworden, en toch zo kritisch is, want dat is hij in interviews, geeft dat ook wel aan dat het wel serieus een probleem kan worden op de lange termijn, als hij er dan zo in zit? Nou ja, als je ziet hoe het begin van het seizoen was en hoe dominant ze waren, iedereen verwachtte, dit wordt gewoon weer een walk in the park. En hoe het nu gaat, ze zijn verslagen door Ferrari. Ze zijn verslagen door McLaren, ze zijn verslagen door Mercedes. Hij blijft wel scoren, maar het tekent wel het beeld dat die teams echt dichterbij komen en wel misschien eroverheen gaan. Zeker een Lando Norris die echt de strijd met Verstappen nu kan aangaan. Ergens vindt hij het wel mooi, maar ergens wil hij ook gewoon weer terug dominant zijn. Ja, nou goed. Afgelopen weekend hadden ze in ieder geval even vrij. Verstappen en de andere coureurs en ook teamgenoot Sergio Perez. Maar ze waren niet helemaal vrij bij het Red Bull team. Ze zakten af naar het Goodwood Festival of Speed, Verstappen en Perez. En stapte dan net als een hoop andere oud-coureurs in de Red Bulls. For myself, of course, to drive the 21 car again, it was fantastic. And you know, seeing where it all started as well with ex-drivers as well, so yeah, it's a great day. Want Verstappen was op het Goodwood circuit inderdaad niet de enige die achter het stuur van een Red Bull kroop. Veel coureurs uit het verleden en het heden stapten in de wagen waarin ze races wonnen. It was really cool, you know. It RB18. It's a way it brings you back the memories, you know. My win in Monaco with it, and it was really enjoyable. But I must say, I don't know how I did what I did when I drove it today. I'm like, it's very stiff. It's all over the road in terms of obviously the camber and the driveway. Obviously, it's not a racing track, obviously, but lots of memories actually. And it's also a reminder of where the team was then and where it is now and how much they've achieved in quite a short amount of time, really. Yeah, it's very nice to see so many cars of the team, you know, driving together. It always, I think, brings back a lot of emotions for everyone that has been involved within Red Bull Racing. So, it was very nice. Yeah, it felt great, you know. It's just an amazing day, you know, because just by being part of this history, it's something that, it makes you feel really, really special.
De vraag is hoe lang deze Perez onderdeel blijft van dat speciale Red Bull team. Hij staat door zijn prestaties zwaar onder druk. Misschien dat Daniel Ricciardo nog wel iemand kent die graag die plek zou willen overnemen. Obviously, yeah, a lot of my success and a big part of my career was here, and obviously I'm back here now. But yeah, just proud. I think, you know, you get to an age as well where you appreciate things a little bit more, and I see that now. And yeah, just I think also when Red Bull got into the sport, everyone probably thought it's just this kind of marketing project, so to speak. And to think now 20 years later it's one of the most successful teams ever, that's pretty impressive. Ja, hoe aannemelijk is het dat Perez uit die auto gaat verdwijnen? Ja, met zijn huidige vorm is dat onherroepelijk iets wat echt gaat gebeuren. Zeker omdat gewoon de titelstrijd misschien in gevaar komt, maar wel die constructeurstitel met andere teams zoals Mercedes, zoals Ferrari en ook McLaren, die gewoon twee duos hebben die iedere wedstrijd punten scoren. Stel McLaren scoort een 1-2, pakken ze meteen 45 punten en wordt het wel heel erg krap aan de top voor Red Bull. Dus ze hebben Perez gewoon nodig, maar ja, hij scoort gewoon geen punten. Nee, of heel weinig in ieder geval. Ja, precies, te weinig sowieso. Hè. Die constructeurstitel die jij zegt, die kunnen we ook even misschien bekijken aan de hand van die ontwikkeling, hoe dat verlopen is de afgelopen tijd. We zien hier de lijntjes met Red Bull in het blauw, Ferrari in het zwart, McLaren in het wit en Mercedes in het mintgroen. Ja, het verschil is groot nog op dit moment. Maar als je die lijnen doortrekt, vooral van McLaren en Mercedes, dan gaat dat einde van het seizoen in de buurt komen. En dan krijg je natuurlijk een budget wat dan geringer wordt als wordt ingehaald, toch? Ja, nou ja, uiteindelijk het gaat om veel geld wat je binnenhaalt van tv-geld. De constructeurstitel win je veel mee. Is ook een belangrijke titel. Kijken ze ook naar. Natuurlijk het eerste is de rijderstitel. Maar het kan inderdaad echt nijpend gaan worden. Zeker als die maar één auto hebben waarmee je voor de winst vecht. Ten opzichte van al die andere teams die met twee auto's voor de winst rijden. Ja, want Verstappen die rijdt normaal om de winst. Wint ze niet allemaal, maar is altijd in de running voor die overwinningen. Perez niet. Dat is ook wel duidelijk. En dat kunnen we ook laten zien aan de hand van zijn statistieken sinds zijn laatste podiumklassering. Dat was in China. En sindsdien valt het in de categorie kommer en kwel. Een keer vierde in Miami, daarna zevende plekken, achtste in de sprintrace in Oostenrijk. Twee keer uitgevallen en een 17e plek afgelopen weekend in Groot-Brittannië. Nou, je zegt net van het is eigenlijk onafwendbaar als dit zo doorgaat dat hij zijn plek kwijtraakt. Hoeveel races heeft hij dan nog? Tot de zomerstop misschien? Nog twee? Ja, dat is wel wat duidelijk gezegd wordt. Hungaroring en Spa, daar zullen ze zich moeten verbeteren. Ze hebben niet voor niks zijn contract verlengd. Daar hopen ze wel natuurlijk van dat hij gewoon die vorm weer terugvindt. Want het is gewoon een hele goede coureur. Hij heeft wedstrijden gewonnen. Hij heeft zo vaak echt gepareerd en de perfecte wingman voor Verstappen door altijd die 1-2's te kunnen scoren. Maar hij is echt zijn vorm kwijt. Hij zit mentaal op een moeilijke plek. Dus de vraag is wat er gaat gebeuren. En dat is na de zomerstop gaat daar wel een knal op gegeven. Ja, dus heel snel al die zomerstop. Hè? Maar de vraag is dan ook wie dan wel eigenlijk binnen Red Bull. Wie kan dat gaan opvangen? Heb je eigenlijk drie mensen toch? Tsunoda, Ricciardo of Lawson? Ja, ik heb daar een beetje over nagedacht. En ik denk eigenlijk, las ook wel een bericht. Eigenlijk is Sainz de man. Waarom? Sainz is vrij. Ze zoeken, hij is ook nog niet bevestigd. Hij zoekt nog overal de beste plekken op. Gaat het Audi worden wat een lange termijn project is? Maar Red Bull zou ideaal zijn. Waarom ook? Er zijn ook toch wel veel tekenen dat Verstappen flirt met Mercedes. Dat in de toekomst misschien een keer gaat gebeuren. Als Verstappen wegvalt, dan houdt er bij Red Bull eigenlijk heb je geen topper meer. Geen man die echt voor de titel kan rijden. Dat is een Perez niet, dat is een Ricciardo niet, dat is Lawson nog niet. En dat is ook Ricciardo niet. Dan zou ik een Sainz binnenhalen waarmee je echt in de toekomst, mocht Verstappen gaan vertrekken, in ieder geval voor de titel kan rijden. Dus ik denk dat hij wel een goede outsider is en die kans eigenlijk zou moeten pakken. Het is ook een absolute topper die ook tegen sterke teamgenoten altijd gewoon goed blijft presteren. Ja, eens. Tegelijkertijd, zijn contract loopt af aan het einde van het jaar. Het tussentijds weghalen bij Ferrari, dat lijkt me onmogelijk, toch? Nee, dat zal niet gebeuren. Dat zal dan aan het einde van het seizoen zijn. Maar het is wel een optie om over na te denken voor Red Bull. Zeker gezien de tumult in het team, het kamp Verstappen, waar je toch steeds meer geruchten her en daar hoort dat er toch geflirt wordt in de toekomst. En dan heb je het meer voor 2026 naar Mercedes. Dus ze moeten ook kijken op lange termijn en ook eventueel zelfs zonder Verstappen, dat ze ook gewoon absoluut titelkandidaten hebben. En dat zie ik niet met een Ricciardo of een Tsunoda. Nee, precies. Dat is misschien dan het geluk van Perez. Of zeg je ook van, nou ja, als je weet dat je Sainz zou kunnen halen in de zomer of na dit seizoen, ga je dan nu wel ook Perez uit die auto halen en dan
bijvoorbeeld Lawson een paar maanden erin zetten? Ja, dat is de vraag. Ik kan die beslissing moeilijk nemen, maar ze zullen ongetwijfeld alle scenario's doornemen bij Red Bull. En dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren. Afhankelijk natuurlijk van of Perez goede prestatie levert nu in de Hungaroring en Spa, dan is dat misschien weer van de baan. Ja, nog één ander nieuwtje uit die rijderscarousel. Magnussen weg bij Haas. Ja, Behrman erin, nemen we aan. Hè? Ja, Behrman is sowieso al bevestigd en Ocon is de verwachting. Dat werd al lange tijd aangegeven met de afkondiging. Zal waarschijnlijk morgen of overmorgen die aankondiging van Ocon komen naar Haas. Ja, nou, dat gaan we allemaal in de gaten houden. We gaan ons dit weekend dus focussen op de Grand Prix in Hongarije. Dat is een circuit dat al een tijdje op de kalender staat. De Hungaroring onder de rook van Budapest. Sinds 1986 onderdeel van het Formule 1 seizoen wordt soms ook wel een beetje gezien als een uit de kluiten gewassen kartbaan, omdat het zo ongelooflijk smal en bochtig is in met name de middensector. Hoe die middensector eruit ziet en de rest van het circuit gaan we zien aan de hand van de simulator. Xavier maakte voor ons een ronde. En hier komen de laatste bocht uit, het rechterstuk op voor een ronde over de Hungaroring. Een favoriet van de rijders, mooi technisch circuit. Lange DRS-zone voor bocht 1, maar lukt het daar nog niet om in te halen, krijg je opnieuw een DRS voor bocht 2 en daar kan het perfect ingehaald worden. Met twee naast elkaar zien we ze hier ook vaker langs elkaar heen gaan. Na bocht 3 een snelle knik, plankgas voor de Formule 1 auto's. Na bocht 4 bergop, heel snel, blind. Niet makkelijk om hier de track limits in de gaten te houden en dan de herpin. Naar rechts doordraaiend voor het technische deel. We beginnen met deze langzame chicane. En dan krijgen we een beetje een Maggot Beckett effect. Links, rechts, links, rechts. Twee mooie snelle combinaties. Richting het laatste deel. Twee hairpins richting start-finish. Een circuit met een agressieve asfalt, dus we zien veel bandenslijtage normaal hier op dit circuit. Hier laatste bocht, hard eruit, vol over de curbs. Het rechterstuk op voor een ronde over de Hungaroring. Ja, we hebben al de nodige rondjes gezien van jou intussen. Is wel leuk toch, die simulator? Ja, het blijft altijd leuk. Super op te doen. En het is ook echt realistisch. En zo realistisch worden die banen zijn allemaal laser gescand. Dus het klopt gewoon ook heel erg goed. Ja, ja, het enige verschil met de werkelijkheid is nu dat het daar droog was. En gisteren was het nat in Hongarije. Dat kunnen we laten zien aan de hand van een tweet. Ja, daar ga je. Het hoogste punt van het circuit is dit. En er stond behoorlijk wat water. Nu zag ik, Xavier, iemand reageren. Is dit voor Ferrari genoeg om Leclerc op de stik te zetten? Ja, ja, dat was wel een zeer slechte call. Het was de gok misschien waard, net als bij Perez. Maar nee, het weekend gaat in ieder geval, zoals het er nu naar uitziet, droog blijven. Warme temperaturen, heel warme temperaturen. Dus het wordt heftig voor de rijders. Het is een intensief circuit ook voor de rijders. Dus het gaat heftig eraan toe, denk ik. En misschien een onweersbuitje. Oké, okay, nou ja, dat gaan we zien. Nog even over dat circuit. Staat al een tijd op de kalender, zoals we net zagen. Staat er ook nog op tot en met 2032. Dan denk ik, het is niet per se een autosportland Hongarije. We zien weinig Hongaarse coureurs. Het geld klotst ook niet per se tegen de plinten, zoals in Bahrein, om maar iets te noemen. Waarom is dit een baan die zo zeker is van de plek op die Formule 1-kalender? Ja, het zal ergens in de Formule 1, als iets lang verlengd wordt, heeft het toch altijd met geld te maken. Er zal veel geld vanuit de overheid naartoe gaan. Het is natuurlijk ook goed om een regio te promoten. Absoluut, staat buiten kijf. De waardes van Formule 1 zijn enorm, zeker in de huidige populariteit. Maar ja, de Hungaroring, ze staan er gewoon al lang op. Het is een vastigheid bijna op de kalender. Maar inderdaad, niet een autosportland zoals misschien Engeland met Silverstone, die hoort erin thuis. En we zien hier wel een wedstrijd, maar we hebben bijvoorbeeld geen Duitse Grand Prix, wat dan heel opvallend is. Ja, en een aantal anderen staan onder druk, maar deze staat er voorlopig nog op. Je had het al over onweer net. Wat verwacht je buiten weersverwachtingen op de baan te gaan zien dit weekend? Ja, ik vind het persoonlijk heel moeilijk om te zien wie wat gaat doen. Het is heel moeilijk te voorspellen. Red Bull komt met een update, Ferrari komt met een grote update, die de weg een beetje kwijt waren. Die zeggen weer terug op het goede pad te zijn. In Silverstone hebben we daar wat stukjes van snelheid wel gezien dat ze weer terug zouden zijn. Mercedes is natuurlijk snel, McLaren is snel, dus wie zal het zeggen? Het is wel wat we willen.
Ja. We hebben gewoon 4 teams die in potentie dit weekend zouden kunnen gaan winnen. Ik zou het ook echt niet weten. Misschien is Max gewoon weer de sterkste en gaan we weer terug naar de dag van vandaag, zoals het hoort. Max wint de wedstrijd. Ja, en anders is het ook spannend. In ieder geval. Sowieso. Is het in ieder geval geweest de afgelopen tijd. Xavier, dankjewel alweer. Dit was Pitlane voor vandaag. We zijn er volgende week met, denk ik toch wel een bijzondere, want dan blikken we vooruit op de race in de Ardennen. De Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Dus graag tot dan. Yeah.